Er is een grote groep mensen met een autistische stoornis binnen deze gemeente. En wij vinden dat daar op moet zijn. En wij vinden ook dat het beleid daar ook op moet worden gericht. Dat betekent dat wij pleiten voor een autismevriendelijke gemeente. Wij hebben ontdekt dat Antonio autisme heeft ongeveer op 6-jarige leeftijd. En dat is heel lastig. Want op het moment dat hij op school zit en zou willen jouw kind niet meer, omdat hij met zijn gedrag afwijkt, dan breekt je hart als moeder. Want een kind met autisme heeft reinheid, rust en regelmaat nodig. En vooral de rust is heel belangrijk voor hem. En dat is waar wij heel erg tegenaan zijn gelopen. Niet alleen met zijn opvoeding, maar voornamelijk op school. Hij kwam in klassen terecht met meer dan 30 kinderen. Nou, je kunt je voorstellen dat als je autisme hebt, je bent heel prikkelgevoelig, dat je er helemaal gek wordt. De laatste paar jaren zijn zij ontzettend bezig om autisme op de kaart te zetten. En er zijn allerlei wijkteams zijn daarmee bezig om, om dat tot uitvoer te brengen. Er is een plan bedacht door de PvdA en dat is gepresenteerd. En dat ze eigenlijk van wieg tot aan de dood, zeg maar, dat ze eigenlijk daar mensen met autisme in willen begeleiden. Want er zijn een heleboel mensen met autisme die pas op latere leeftijd een diagnose krijgen. En dat is, die zijn eigenlijk al in de maatschappij uitgevallen. En dat is super fijn dat Zaanstad daar nu aandacht voor heeft.